In naam Albert Abbey Kleine, geboren 1932 in Holland, in Hogeveen. Hogeveen, helemaal in het noorden, hier in het zuid, in het noorden. Hogeveen. En ja, wat moet ik nou meer wat? En ik ben in 1950 in militaire dienst gekomen tot 1967. Wat is in de army? Abbie Kleine is his name. Born in 1932. 1932 in Heerenveen, which is in the north. You were 80 years old in military dienst. You went into the military service when you were 18 years old. Yeah, yeah. En was en wou ik naar Korea toe en was ik 21. I was 21 when I went to Korea. En van Korea, maar no, van de ouders, van mijn moeder, mijn vader, mocht niet. My parents wouldn't allow me to go. Was te jong, maar 22 years, en hij koerde voor Korea. Ja, en mijn vader en moeder waren boos natuurlijk. En mijn oudste broer was 27 en die begon te huilen. En je gaat toch niet naar Korea? Parents ja, were very cross with him, and his oldest brother was 27 years old, yeah. And he started crying because his younger brother was there. Ja, ja. En ben ik was in september naar Korea gegaan en heb ik 1 jaar geweest, 1 jaar daar, in Korea. We went to Korea in September and I was there for 1 year. Ja, 1 year. En dan was hij, voor mezelf, van was ik maar niet naartoe gegaan. Ik had heimwee weer naar Holland toe, maar was oké, doorgaan. Hè? He got homesick. Ja. He wanted to go back, but he knew he had to continue. Maar we waren daar en het was even voor de ceasefire. Was ceasefire was wapenstil, even daarvoor nog, weet je ook, hè? Maar niet dan morgen, overmorgen, nog 14 dagen, ja, eindelijk ceasefire. Gelukkig, wapenstilstand. They were there gelukkig for the ceasefire and they knew it would be coming yeah soon and a few days more, yeah, a few days more, 14 days later it was announced, yeah, ceasefire. Ceasefire. And they were maar happy. Ja, ik heb het nog meer meegemaakt, meer ook niet knallen, weet je, want men had geen bomzen, hè, maar oorlog, fighting, no good. En toen was de ceasefire en toen dacht ik, nou dat is klaar. Dan moesten allemaal patrouille lopen langs de frontlijn, hè? Patrouille, al dag in, bijna elke dag patrouille lopen. Ook daar ben je moe van. En denk, och. I was walking patrols, yeah, every day, day in, day out, and that was very exhausting. Heeft u nog herinneringen? Aan die tijd bent u sindsdien terug geweest? Ik ben er weer terug geweest. We zijn met z'n tweeën, hè? Vorig jaar, mei, zijn nog terug geweest in Korea. Last year, my friend and I went back in May. Ja, maar hij kent het niet weer. Ik zag daar in Hongsong. Bergen, het was toen allemaal één vlakte, was allemaal, geen bomen, niks. Maar nu, fantastisch, geweldig. Ik ken het niet meer. It was hardly recognizable at all in Hong Song. When we were there, it was just the bare mountains, yeah, and now it's green and beautiful. Ja. Yeah. En ze zijn van Seoul naar Busan geweest daar. Ook daar geweest, bij de Erevelden daar. Nou, alle vrienden en kameraden daar gesneuveld, zijn bij de kerkhof geweest, bij die begraafplaats. Nou, dan was het meer huilen. Ja. We went to the cemetery where all of my friends, my comrades, were buried. And that was very emotional.
Nou, en zijn we weer teruggegaan weer naar Seoul met het vliegtuig. En dan dacht ik, moet afscheid nemen, hè. Maar dan kom je dan niet. It was difficult to say goodbye when we had to fly back. Ik wil wel graag weer terug. Daar blijven, in Korea blijven. Ja, echt. Zo prachtig mooi nu. I would like to go back there for the rest of my life now. It's so beautiful there. Maar dan denk ik wel eens van... Voor mij persoonlijk dacht ik ook, hè. Ik roep voor mij persoonlijk. En dat bleef ik dan. Als Noord-Korea en Zuid-Korea een keer één worden. Eén. Hand aan hand. Noord-Zuid. Allemaal één Korea. Dat hoop ik. His dream is that it's one Korea. Ja. Just one Korea. En toen wij terugkwamen ook hier, toen vroegen ze ook uit orde wat de grens ook. De grens in Seoul. Daar vroegen ze ook aan mij, de mensen dan, de bewoners, wat zou je zeggen als je teruggaat naar Holland toe, in Holland? Nou, precies dezelfde. En ik word getraind. When he was leaving, the local residents there said to him, what are you going to remember when you go back to Holland? And he said, that's also very emotional. Ja, ook bij de schoolkinderen geweest dan, bij de scholen dan, vroegen ze ook aan mij, meneer Kleine, wat was je wens dan, als je weer terugkomt? Zijn ook precies wat nieuws zei, hè? Ik hoop, voor ik kom te overlijden, misschien met 2 jaar of 3 jaar, dat het één Korea wordt. Want voor die kinderen, oh, Noord-Korea, armoede, hè? En dan komen ze daar zo, en bij de grens ook van, met allemaal, hoe heet dat, dan zijn ze zo geweldig met, ze allemaal even laten zien wat ze kunnen met die tanks en dat, weet je wat. Mm-hmm. Hoe noemen ze dat ook weer? De parades. Ja. He's referring to the border with North Korea, that they hold parades. Allemaal laten zien, wij zijn Korea, wij zijn Noord-Korea, Noord-Korea, no. En, zei ze, nee. En voor mij persoonlijk, de vraag is ook wel hier dan binnen veel Hollanders, De Hollandse bevolking, die denkt van Zuid-Korea is de vijand van Noord-Korea. Maar dat is niet zo. Zuid-Korea is geen vijand van Noord-Korea. Noord-Korea is de vijand van Zuid-Korea. Die hebben de oorlog gemaakt. En Zuid-Korea wil één worden. Eén. Vrede. Vrede, vrede, vrede. Maar alle mensen... Peace is dat, hè? Ze moet even vertalen. Oh. I went to the schools and I spoke to school children about this, and they said, what did you expect to find when you came back? And he said exactly this. Yeah. Maybe it's good to tell that this organization, the old Korean warriors have adopted a school in Korea. Oh. This is what he's talking about. Oh. So they went to that school. How is it called, Wim? Samuel? Yeah, Samuel School. Samuel School. There's and an they school. Adopt school, and every year they're giving money to that school for their development. This is what came through from our last interviews. Yeah, but they don't need it anymore because Korea is from a poor, poor country, now a rich country. Developed country. So we give only now a special scholarship to people that have very good conduct. Scholarship. To students that have high achievement. Yeah. Wow. For how long? Since when? Oh, many years. Many years. Starts in the 70s. That school was all, supported by this association. So you have many grandchildren. He's not talking about that. Dus u heeft heel veel kleinkinderen. Ja, met blauwe ogen. Met blue. With blue eyes. Hey, Korea. I know. One more thing that I think is important that I've said. The Dutch,
because it is the Forgotten War. Yeah. It's called the Forgotten War, and the Dutch see everything upside down. They know very little about it, and they think that the South Koreans are the enemy of the North Koreans instead of the other way around. Many Dutch think that because they were not educated. And ik heb voor mij persoonlijk dat voor Noord-Koreanen, kinderen en alles, hebben allemaal een, ik weet niet hoe ze dat noemen, een hersenspoeling gehad. Yes, die kinderen die denken van Zuid-Korea is onze vijand. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Zuid-Korea wil graag vrede met die kinderen. Yes, the alles, North Koreans have been brainwashed and to believe that the South Koreans are their enemy. And I hope so, maybe next year, back to Korea. Mm. You want to go back next year? Mijn zoon zegt ook, papa, als je daar naartoe gaat, dan ga ik mee. Zeg, oké. Dan ga ik weer naar Korea. His son will go with him. Dan blijf ik misschien nog wel wonen ook. Maybe I'll stay. Ja. Even geweldig. Maar dat is, ja, al die jaren zijn ze zo geweldig, groot geworden, hè. Ontzettend veel. Eén brug over de rivier, nu wel 20, 30, 40 bruggen. 36. Doe maar van toe, bruggen. Doe maar eens brein. Ja. Oh, I like Korea. Yes, oké. Well, Korea loves you. Ja. Korea love me? Oké. Thank you. Thank you. Thank you. Oké. I'm so grateful. Thank you. Oh.